Dit is een vooruitblik naar de serie Thuis met Boudewijn en Typhoon. Een programma van 4 afleveringen waarin zij zoeken naar of en hoe je in deze tijd zichtbaar jezelf kunt zijn. En waarom het gesprek daarover nodig is. Misschien nu wel meer dan ooit. Ik ben in Zwolle, op weg naar Boudewijn Koops, die volop bezig is met het project Gelijkspel in het Heraclesstadion. Met daar onder meer een muziektheaterstuk over de sportheld Darius de Lomo. Zuid-Afrikaanse tukker, voetballer, jazzzanger en man van kleur. In een onwennige witte samenleving eind jaren 50. En over dat wat er sindsdien veranderd is. Gelijkspel gaat over gelijke kansen en inclusiviteit. En daarom gaan Boudewijn en Typhoon op pad, op zoek. Typhoon is een woordkunstenaar, een muzikant, een artiest die het pleidooi voor gelijkwaardigheid voor iedereen ademt. Omdat een mens een mens is. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. En alles heeft een reden, al weet ik vaak niet hoe. Boudewijn is de theatermaker die altijd het gesprek over schurende onderwerpen aangaat. Dus wat gaan de mannen doen? Samen met Typhoon ga ik op zoek naar antwoorden op lastige vragen over inclusie. Kan je zichtbaar jezelf zijn? Hoe mag je meedoen? En wat is daarvoor nodig? Ik ben zo blij dat je met me mee wilt. De broeders op pad. Luister maar. Yes. Oh jezus, dat weet ik echt niet gebeurd. We nemen elkaar mee naar mensen die het verschil maken. Die ons inspireren. Wat vet. Hij wist nog niet dat we hier naartoe gingen. Oh joh. Ik wil gewoon mijn energie steken in mooie dingen met mooie mensen maken waarvan ik vind dat ze een plek verdienen op dat podium. Dus eigenlijk een behoorlijk egoloos project. Dus gewoon van sta met 2 benen in de maatschappij en doe het. Hey. Hey, Hola. Inga. Hoe is het? Ja, dit is zon. Het zonnetje breekt door na zo'n koude dag. Heerlijk. Hoe gaat het met je? Goed. Mogen we alweer een klein knuffeltje doen? Ik denk het wel. Ja, laten we het doen. Hallo. Hoi. Gaan we een leuke dag tegemoet? Ik weet het zeker. Wat gaan we doen? Ik laat je mijn huis zien. Thuis bij mij. En dan thuis bij Typhoon. Oh, top. Waar is jouw thuis? Hier naar binnen. Oeh, het gaat regenen. Oh, echt? Ja, voel je dat? Ja. Dus dit is jouw thuis? Dit is mijn thuis. Wat een leuk thuis, Boudewijn. Ja. Woon je hier al lang? 9 jaar. Ik maak het een grap, mijn vrienden komen niet uit Twente, maar die kennen allemaal het woord keukentafel. Ik zeg altijd, even aan de keukentafel. Zitten. Ja. Eén vriend van mij, van mijn beste vrienden, zei altijd, ik vind het zo wonderlijk. We gaan bij jou nooit gamen, of we gaan niet films kijken of series. Het zit altijd aan de keukentafel, muziek op. Ja, ik doe dat ook. Nachten praten. Ja, plaatjes draaien, praten met elkaar. Ja. En is dat ook waarom jij nu thuis met Boudewijn en Typhoon maakt? Ik denk dat thuis komt er vandaan omdat ik hoop dat iedereen zich ergens thuis voelt. En dat is niet vanzelfsprekend. Ik begrijp het belang van inclusie, diversiteit, gelijkwaardigheid. Ik vind het ook een beetje een lastig woord, moet ik zeggen hoor. Mm-hmm. Inclusie. Iedereen is toch gelijk? In de basis is iedereen gelijk. Maar de praktijk leert ons dat niet zo is. Dat het niet zo werkt altijd. Ik denk dat gelijke kansen, hè, want daar ging het in de basis over toen we begonnen met dit project. Gelijke kansen voor iedereen. Nou ja, ik hoop het ooit. En de inspiratie zat hem in de verhalen van Steve McCone en Darius de Lomo? Zeker. Dus voetbal gerelateerd? Ja. Ja. Zij kwamen met het verhaal van Steve McCone, heel beroemd natuurlijk door de verhalen van Tom Egbers. De 2 boeken die hij daarover schreef. Ja, ik ken vooral Darius de Lomo heel goed, want ik ben een Enschedezer. Ja, nou ja. Politicus in Enschede, maar ook jazzmuzikant. Ja. En toen ik het verhaal van Darius vond, toen dacht ik, hij kan een boegbeeld zijn voor wat gelijkspel in de basis is. Lomo, Darius, is echt, vind ik, een hele fascinerende man. Ja. Omdat Steve McCone was hem maar heel even. Kijk, het mooie aan kijken naar wat die mannen hebben meegemaakt, is dat zij komen uit Zuid-Afrika, zijn de eerste 2 voetballers van kleur in de Nederlandse competitie.
Die landen dan in Almelo en die komen uit een apartheidsregime. Echt in de hoogtijdagen van de apartheid stappen die in een vliegtuig en worden ontvangen als koningen in Almelo. Nou, ik werd opgevangen door blanke mensen die mij precies het tegenovergestelde toonden. Die ontvangst, die respect die men had, ja. Dat was voor mij plezierig, maar toch verwarrend tegelijkertijd. Ik heb een paar keer mee stiekem eventjes geknepen om te kijken of dat nou echt waar was of niet. Spelen met blanke spelers, mede-collega's, tegen blanke elftallen, wat in Zuid-Afrika onmogelijk was. En daarna ontwikkelt in Nederland zich ook een, nou ja, migratie komt, hè, gastarbeiders komen en de sfeer wordt af en toe ook grimmig. En als we nu af en toe kijken in zo'n stadion, dan denk ik wel eens, woe, wat is er gebeurd in die jaren? Ja. En Darius was daarbij. En hoe ouder hij werd, hoe meer hij zich ging uitspreken, omdat hij dezelfde dingen zag gebeuren in Nederland, die ook in zijn land aan de gang waren. Ik merkte verandering tussen toen ik hier kwam en nu. Hoe in de tussentijd het racisme, discriminatie gegroeid is. En dat baart mij zorg. Hoe ben je dan gekomen bij Thuis met Boudewijn en Tyfoon? Nou, omdat ik vind dat er voor iedereen een thuis moet zijn. En ik denk dat thuis, en dat is wel mooi, want dat wil ik eigenlijk straks wel laten zien. Bright Richards is een acteur en die beschreef thuis en dat past perfect bij dit project. Die laat maar zien. Ja, wil ik wel laten zien. Ja. Daar heb je een dingetje van. Ja. Bright Richards. Ja, Bright's acteur. Hij was een beetje de, hij komt uit Liberia. Een beetje de Matthijs van Nieuwkerk van Liberia. En toen brak hij daar oorlog uit. En toen kwam hij naar Nederland. En nu geeft hij TED Talks. En ik loop er 3 jaar lang mee. Op straten, op feesten, discotheken, begrafenissen, oudsenbureau, arbeidsbureau. En ineens begon al die Nederlanders met mij te praten. Ze zeggen, kijk, daar loopt een neger op klompen. Ja, tegenwoordig mogen ze het woord neger niet meer zeggen, maar ik mag het nog wel zeggen. In Afrika zeggen wij... Het is niet waar je geboren bent. Niet waar je vandaan komt. Niet waar je graag zou willen zijn. Maar het is daar waar je goed met je gaat, die je thuis is. Oh ja. Maar dit raakt jou dus? Je raakt mij enorm. En waarom? Omdat ik ervan schrik soms. Waarom mensen een plek zouden moeten claimen of een en moeten zeggen dit is mijn thuis, weet je wel. En dan gaat het over grenzen of geboorterecht of soms ook over kleur. Terwijl ik vind dat iedereen het recht heeft om zich ergens thuis te voelen en niemand bepaalt voor jou of jij je thuis voelt. Nou kijk, de reden dat we dit doen is omdat ik ook het afgelopen jaar heb gemerkt dat het zwaar is. Als je praat over diversiteit en je praat over inclusie, dan gaat het ook heel vaak over verdriet. Het gaat heel vaak over pijn van mensen. En ik heb het een enorme opdracht gevonden om het onderzoek zo goed mogelijk te doen. Als je zegt, ik heb gelijke kansen voor iedereen. Wie is iedereen? Diversiteit. Wat is gelijke kansen? Nou ja, dat is het gekke. Want toen we hier begonnen, zeiden we hebben een project en heeft een missie en het start een dialoog voor gelijke kansen voor iedereen. Maar gelijke kansen, come on. Maar we leven in zo'n wereld. Het is overal zo, Boudewijn. Ja, maar het wordt alleen maar erger. Ik zie het erger worden, ik zie het groeien. En dat betekent dat als een hele grote club mensen niet dezelfde kansen heeft, dan komt er ook een enorm gat tussen die mensen. En ik vind dat je dat gat met elkaar moet dichten, door weer in verbinding te staan met elkaar, te luisteren naar elkaar. Als ik nooit met jou praat, dan snap ik toch niks van jouw leefwereld. Nee, als ik je nooit ontmoet. Dus de keukentafel centraal. Ja, de keukentafel. De keukentafel. Maar jij neemt Glenn mee en hij neemt jou mee. Ja. In de spiegel zie ik jou, plus de eerste grijze haren. Vroeg wij zal ik maar zeggen, ik verzie de beste jaren. Alsof het allemaal nog beginnen moet, geen zorg, ik neem je mee. Ik heb je lief, ik heb jou ook nodig en dat is alles wat ik weet. Wees niet bang om verliefd te zijn, niet bang om te slagen. Want die angst doet rare dingen met je en leidt tot sabotage. Wees niet bang als je niet zoekt, als je vindt wat je hebt. Als er heimwee binnenkomt, als ik je zeg. Bent op tijd gaan liggen in het gras. Je bent mijn eregast. En nu ik jou gevonden heb, ben jij precies op tijd. Je hebt
die auto bij de deur staan, hè? Ja, zeker. Die televisieauto. Ja. Heb ik. Zullen we gewoon eens die kant op? Ja, zullen we dat doen? Weet je waar ik ook achterkwam? We gaan de man opzoeken. Weet je waar wij achterkwamen in de auto? Nee. Dat heb ik jou al eens verteld. Ik wilde toch vroeger dominee worden? Ja. Hadden we het over in de auto. Zegt hij tegen mij, weet je wat ik wilde worden vroeger? Dominee. Nou, twee preachers. Ik zei, pas op dat we niet gaan preachen. En dan zitten jullie dan allebei in? Dan zitten we samen, heel dicht op elkaar. Dan zitten we hierin. En dan hebben we gesprekken. En dat gaan jullie ook met ons delen? Ja. Wij waren toen het enige zwarte gezin in het harde. Dat had soms ook gewoon zijn voordelen, weet je wel. Dat als je met een stuk achterlicht reed, dat Randami, lopen, weet je wel. Soort van, ja, ze kenden je ook. En eigenlijk is dat bewustzijn van kleur bijvoorbeeld is later gekomen. Ik heb legio voorbeelden naar discotheek bij ons in het dorp gaan geweigerd worden omdat ik een asielzoeker zou zijn. En naarmate je wat ouder wordt, denk je van er wordt wel verschil gemaakt. Het is wel anders. Terwijl ik heb me altijd anders gevoeld, maar niet om mijn kleur, maar meer door de persoon die ik ben. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. Hey man! Buurman! Hey, hallo, hoe is het? Goed met jou! Ja, gaat goed! Wat fijn dat we mogen komen! Ja, welkom hier! Ja, echt gek! Lekker naar binnen, want het is echt koud! Koud! Glenn, ik zit op jouw plekje! Hoe was dat om al in deze auto te zitten? Ja, ik vond het wel lekker. Het was bouw moest vooral even wennen. Aan jou? Nee, aan de auto. Oh. Hij zei ook, Glenn, bleef maar praten. Maar dat is echt zo, je bent natuurlijk echt gesprek. Fijn dat leuk, dankjewel. Leuk dat je er bent. Oh, hey. Let's go. Oké, okay, let's go. Zo. Mannen, okay. Laten we praten. Laten we praten. Het is jullie quote. En het is jouw quote. Ik heb hem gejat voor de trailer. En waarom is het zo belangrijk, Glenn? Zonder gesprek geen begrip. En ik denk dat we in deze tijd ook onze zoektocht en ontdekkingstocht van hoe gaan we om met de grote thema's, nu diversiteit en inclusie. Ja, hoe vinden we daar taal voor? Hoe maken we verbinding met elkaar? Nou ja, in gesprek is er eigenlijk wel een basisvoorwaarde. Ja, want ik vind het heel mooi dat je zegt, hoe vinden we daar de taal voor? Want soms is dat moeilijk, hè? Waarom is dat zo? Omdat, weet je, woorden zijn gekoppeld aan emoties. Zijn heel, heel persoonlijk eigenlijk. En taal wordt gebruikt als communicatiemiddel, maar er gebeurt zoveel. Er wordt zoveel van ons verlangd, van ons verwacht. Er is telkens minder tijd om je even te beraden voordat je een mening geeft. Dus op een gegeven moment wordt die taal telkens vluchtiger en kies je de woorden die het meest voorhanden zijn. Dus wat mij betreft, je vraagt het mij, heeft het daarmee te maken dat we iets meer tijd mogen gebruiken. Want dan vinden we ook taal waarin we elkaar kunnen vinden. Ja. Ik liet vanochtend mijn dochter van 10 en haar vriendinnetje het klokhuisfilmpje zien dat net online is gegaan. Ik vind het moeilijk om hierover te rappen, omdat het nog steeds gebeurt. Ben uitgemaakt voor veel dingen en dat alleen om een kleur. En die woorden doen me pijn. Ga terug naar je eigen land. Maar ben geboren hier hoor. Kijk, ik wil gewoon beoordeeld worden op wie ik ben. Mooie woorden, zeiden zij. Wow. En één van hen zei zelfs, oh wat respectvol. En toen dacht ik, nou, dat hebben ze dus op school, hebben ze erover gesproken. Wow, goed. Ik zei, als je een vraag mag stellen, wat zou je hem dan vragen? Mm-hmm. Hoe het voelt. Dat willen ze graag weten. Hoe racisme voelt. Ja. Zo, mooie vraag. Oneerlijk. Racisme voelt oneerlijk aan. Het is oneerlijk omdat het niet over mij als persoon gaat. Het gaat over een beeld van mij. En ja, ik heb daar helemaal niet om gevraagd. Nee. Ik wil gewoon mezelf kunnen zijn. Ja. En erop afgerekend worden. Dat is de negatieve versie. Maar ik wil gewoon zeggen, je doet. Ja, op wat ik doe, op wie ik ben, op hoe ik handel. En als we dat doen, is het dan opgelost? Het is een basisvoorwaarde. Wederom. Wat ik het mooie eigenlijk vind.
is, we hebben het nu over diversiteit en inclusie. We hebben het over racisme. Het is een onderwerp dat al heel lang gaande is eigenlijk, helaas. Het is ook een onderwerp waar we ook niet morgen stopt. Ik bedoel, het is verboden voor de grondwet, maar toch bestaat het nog steeds. Bizar, hè? En dat vraagt misschien voor jou dat je verder kijkt dan wat je kent. Iedereen is uniek en heeft een eigen verhaal. Dus heb respect, kies je woorden, kies je taal. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar wel gelijkwaardig. Zoveel verschillen, zoveel kleuren op de aarde. En ik begrijp niet, er zijn nog steeds mensen zijn die zeggen dat ze niets hebben met gelijke rechten. Een van die meisjes vroeg ook, wat gebeurt er dan? Ik zou de vraag terugstellen. Wat gebeurt er als jij de schuld krijgt van iets waarvan jij weet dat je dat niet hebt gedaan? Ik krijg een hele zware straf daarvoor. Ja. Dan kan ik daar dagen mee zitten. Precies. Dat is wat er gebeurt en ik wil het nog verder trekken. Kijk, als het van mens tot mens is, dan is dat heftig, dan is dat vervelend. Maar op het moment dat het tussen iemand is die tussen een mens en een ander mens in functie, die een machtspositie heeft, dan wordt het al helemaal problematisch. Dus nou ja, ik heb een incident met de politie daarin gehad. Ja, toen je in je auto zat? Ja, staande gehouden, omdat mijn auto niet zou passen bij mijn profiel. Lees een zwarte jonge man in zo'n mooie grote bak. Kan niet. Dat is institutioneel racisme. Je ziet het niet, maar het is er wel. Van mij, niet aan mij, niet door mij, nog van jou, nog van mij, mijn hemelen bewijs. We zijn er. Is het angst? Ik denk dat angst voor het onbekende is een van de elementen. Helaas zo. Het is angst voor het onbekende, maar ook een stukje zelfbescherming van mensen. Dus om mensen uit te sluiten, om wij. Een soort van, oh ja, de wij voelt veilig aan. En dan hoeven we ook vrij weinig met de zij te doen. Het is makkelijker om er een label op te plakken dan compleet open te staan. Want voor compleet openstaan moet je je hart ook openen. En dat vraagt ook wat van jezelf, denk ik. Veiligheid is essentieel, hè, in alles, hè? Zeker, ja. Veiligheid is waarschijnlijk ook een basisvoorwaarde voor vrijheid. Absoluut. En zelfontplooiing is een basisbehoefte ook. Ja. Ik denk dat er helemaal geen groei mogelijk is op het moment dat je je niet thuis voelt, ergens. Ik denk dat het heel moeilijk is. Als jullie samen op pad zijn, Paul, waar hebben jullie het dan over? Wat mooi is aan Glenn, ze maakt het ook heel lastig op de montagetafel, dat kan ik vast vertellen. Ja. Wat hij namelijk doet, is hij vertelt een verhaal. Het verhaal heeft 10 zinnen met een begin, een midden, een climax, een eind, een afronding en een beeld voor de toekomst. En dat betekent dus, als je 2,5 uur met elkaar in de auto zit, daar kan je niet in knippen. Dus je moet heel rigoureus kiezen en bij alles doet het pijn. Maar dan denk ik, ah, dit moet erin, dit moet erin. Diamanten druppels aan de takken. Diamanten druppels aan de takken. Sparen ze aan de buislijn. Die bang zijn voor het kanker. Diamanten druppels aan de takken. Ik heb me altijd anders gevoeld, in eerste instantie niet door mijn kleur, maar gewoon door mijn gevoelsleven. En daarin herkennen wij elkaar. Ik herken dat ook. Ja? Ja. Het is zo fijn als anders niet gewaardeerd wordt als anders. Dus dat anders dezelfde waarde heeft als datgene wat we als normaal zien. Mm-hmm. Want ik denk dat een heleboel meer mensen zich anders voelen, maar misschien, ja, denken dat ze op een bepaalde manier moeten handelen. Nou, weet je wat we het ook over hadden? Want die jeugd komt best wel overheen, hè? Het harde. Ik daarna op Marsham. Dat doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. En daar hebben we het best wel lang over gehad met elkaar. Enerzijds wil je wel heel graag jezelf zijn, anders zijn. Dat doen waarvan jij denkt, of je kleden, of eruit zien zoals jij denkt dat het belangrijk is. En tegelijkertijd maakt het je ontiegelijk onzeker, omdat er dus andere mensen iets van je vinden. Ja. En hoe breek je daar uit? Hoe kom je daar nog van los dan? Als je dan, ja, hoe? Ja, niet. Ja, in mijn geval was het ook heel zinvol om even te vertrekken. Het van een afstand te gaan zien. Er is ook een deel in mij die helemaal klaar is inderdaad met praten. En laten we het doen, weet je wel. Ja, we zijn al zo lang bezig. Ja. Maar tegelijkertijd, en we zijn 2 geduldige mensen ook, denk ik dat het heel erg belangrijk is
om dat gesprek te blijven voeden. Ja, je bent dus niet moe in dat opzicht. Soms wel, soms niet. Ja. Soms wel, meestal niet. En wat maakt dan dat jij denkt van, ik ga er toch weer voor? Liefde voor mensen. Gewoon liefde in general. En omdat Boudewijn me vroeg. Boudewijn, wanneer ben jij het meest gelukkig? Oeh, ik ben het denk ik het meest gelukkig als ik met vrienden ben en goede muziek op staat met een biertje en een mooi project of nog in de agenda of net iets afgerond. En jij, Glenn? Wow. Leuke vraag. Wanneer ben ik het meest gelukkig? Gewoon in liefde en in rust. Gewoon innerlijke rust. En dan kan ik ook op een feestje staan. Maar dat je gewoon voelt dat alles in verbinding staat. En dat je daar onderdeel van uit mag maken. En ook onderdeel van uitmaakt. Want jij gaf aan, ik voel mij een wereldburger. Ik herken dat. Is niet het feit dat we, als we nou ons allemaal wereldburger voelen. Zou dat ook niet, hè? Zou ons dat ook niet een stap verder brengen? Oeh. Omdat je daarmee boven de verschillen gaat staan, voor mijn gevoel. Ja, ja ik begrijp je heel goed. Kijk, ik vind een stuk identiteit vinden van juist lokale identiteit vind ik prachtig, weet je wel. Maar daar stopt de wereld niet, inderdaad. En je te kunnen vereenzelvigen met een veel grotere wereld, nou ja, een soort van... Dat verruimt in ieder geval. Het is zo fijn als je kan uitzoomen en daarna weer kan inzoomen. Zodat je weet dat het niet over die vierkante centimeters gaat waar we soms op focussen. Ja. Als de hemel valt, de hemel valt. De druk op God wordt groter en ze draagt het allemaal. Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen. En kunnen zij en Allah samen even weg. Dat stukje verwondering, ik vind dat een hele belangrijke. Dus confrontatie, maar de oplossing voor mij zit hem juist in het derde gebied. Ik geloof niet echt in... voor, tegen, wij, zij, die, dat duale, zeg maar, dat vanuit mijn kern, vanuit mijn hart voel ik gewoon, ja, maar dat is niet wie ik ben en dat is ook niet wie wij zijn. Tegelijkertijd ook te weten dat we er ook al zijn. We zijn er. Ja. Wat ik het mooie vind, en dat is ook de voorwaarde, zeg maar. Dat schept ook veiligheid van, we gaan niet te snel naar antwoorden zoeken. Laten we eerst bezig zijn met vragen, de juiste vragen leren stellen. En ik denk dat ruimte creëren met elkaar om zo opnieuw naar... Misschien krijgen we dezelfde antwoorden wel, maar dan kunnen we met meer ruimte ernaar kijken. En, ja, de rust nemen om de vraag te formuleren. Ja. Maar ik heb ook gewoon heel veel vragen. Ja, mag je alles vragen? Ja, ik ben er wel voor, ik ben er heel erg voor om elkaar juist meer vragen te stellen. Met respect. Het gaat echt over intentie ook. En als we elkaar alles mogen vragen, maar als het antwoord ook kan zijn dat diegene wel geraakt is of niet oké is ermee, dat mag er dan ook zijn. Ja. Ja, als de intentie oprecht is, dat begrijp ik. Zoals dus kinderen jou een vraag stellen. Ja, precies, inderdaad. En er zijn een heleboel goede intenties, maar niet elke goede intentie is conform... waar we nu zijn in de tijd. Dus er zijn mensen van een oudere generatie misschien die woorden gebruiken die vroeger heel oké waren, maar nu gewoon eigenlijk niet meer zo oké zijn. Maar wees ook niet bang voor het antwoord. Laten we praten. Laten we praten. Dank jullie wel.
bedank jou voor je idee. Mm-hmm. Echt super. Graag gedaan. En ik ben ontzettend benieuwd naar jullie 4 afleveringen. Ik moet zeggen, ik heb al het een en ander gezien. Ja. Jullie verrassen elkaar. Er komt een concert. En na 4 afleveringen, wat voelen we dan? Wat hebben we dan ervaren? Wat hebben jullie ons laten zien? Ik kom graag bij je terug. Wat hebben we dan ervaren met Deal. Elkaar? Deal. Dank jullie wel.